Hoi allemaal. Nieuwe dag. Helaas niet aangenomen bij de sollicitatie. Er waren kandidaten die schijnbaar beter werden geacht dan ik. Dus dat is wel jammer. De nieuwe video van vrijdag, dat zou wel eens een uitdaging kunnen worden. Ik zal jullie laten zien wat ik bedoel. Dit programma moet de GPS-data bij de video voegen. Daar is die al, het zal het zijn, vanaf 11 uur gisteravond mee bezig. Zo traag gaat dat. Als je dan hier kijkt, ik zal hem even helemaal groot maken. Processor, het geheugen, alle schijven. Niets, maar dan nog niet, staat helemaal bovenin. Dus waarom dit programma zo traag is, ik heb geen idee. Het resultaat daarom is dat ik voortaan terugga naar 1080-60 op de actioncam, op de helmcamera. Want het is gewoon niet te doen. Het is echt niet te doen. Heb je een paar uur film, dan is die zo verschrikkelijk lang bezig met GPS-data te voeren. En waar het ermee zit, ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik heb een best nieuwe computer. En zoals je kan zien is hij best snel. Genoeg opties. Maar op een of andere manier wil hij gewoon niet. Hij is nu in pak een beetje een uur tijd 1% omhoog gegaan. Dus ik word er niet zo heel vrolijk van. Dat gezegd hebbende, is dit denk ik het filmpje voor vrijdag. Oh ja, de motor, want daar waren wat vragen over. De motor en elektronica, wat ik gedaan heb is, in de achterkant van de motor heb ik alle bedradingen los gehad en opnieuw vastgemaakt. En waarom heb ik dit gedaan? Omdat de motor is stukje bij beetje opgebouwd geworden. Klein beetje van dit toegevoegd en dan kwam weer dat dingetje erbij en dat dingetje. En dat is eigenlijk allemaal maar een beetje hapsnap gedaan. Zo van, hup, ik gooi het erop, is goed. Nou, dat vond ik niet zo heel erg goed. Nou is er laatst een zekering gesprongen, omdat een van de lampen kortsluiting maakte. Die heeft tegen de uitlaat aangelegen. Nou, er is een filmpje van gemaakt, ik zal hem in een van die hoeken zetten. Ik weet even niet, ik denk die. En ja, toen stond dus even op de vluchtstrook, omdat ik heel erg bang was dat er iets anders aan de hand was. Dat viel gelukkig mee. We zijn daarna dus doorgereden richting de tag, die zijn we wezen halen. En uiteindelijk thuis gekomen en de motor in de garage gezet. Ik heb toen, ik meen de dag erop of zo, ben ik begonnen met het uit elkaar halen van de motor. En ben ik gaan zoeken naar waarom de zekering is gesprongen. Een zekering springt niet zomaar. Goed. Probleem gevonden, zekering hersteld. Maar toen had ik wel zoiets, dit moet ik voorkomen. Dus ik heb alle draadjes helemaal losgehaald. Relletjes gemaakt, dat heb je allemaal kunnen zien. Aparte zekeringen per gebruiker. Hè. Dus mijn achterflitsers hebben een aparte zekering. Mijn camera heeft een aparte zekering, dus de voor- en achtercamera. Ik zal nog wel een keer een rondje om de motor heen lopen, dan weten jullie een beetje wat is. Er zit een relais voor mijn mobilifoon, dus als mijn contact uit is, is mijn mobilifoon ook uit. Het is me een keer gebeurd dat mijn accu bijna dood was, omdat mijn mobilifoon aan is blijven staan. Ja, dat zijn van die grappen, die wil je gewoon niet. Aan de voorkant was ook alles maar een beetje hapsnap gedaan. Dat hebben jullie kunnen zien aan de koplampen. Alles was net niet mooi gedaan. Nu wel overigens. En het werkt ook perfect. Dat is echt leuk. Dat is echt grappig. Dus wel blij om eigenlijk. Dus ik hoop dat dit een klein beetje duidelijk is maakt waarom ik dat heb gedaan. Het is nu donderdag. Donderdag net na zessen. Dus al met al ben ik nu aan het voorwerken voor vrijdag. De tour van gisteren kan ik gewoon nog niet laten zien. Omdat het programma gewoon zo traag is. Ik kan er niks in doen.
Dus daar moeten jullie helaas nog even op wachten. Maar in ieder geval even laten zien dat alles af is. Oké. Okay. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Ik ga nog even gauw proberen deze film te monteren. Maar mijn video van 4K zit op 79%. Dus 4K gaan we af. Maar gewoon terug naar 1080. Hoi allemaal. Ja, YouTube kijken doe ik zelf ook. Motorrijders en dat soort dingen. Filmpjes. Leuk. Ik ben heel de middag in de tuin bezig geweest. We hadden wateroverlast gehad in de schuur. Daar hadden we een domppomp voor geregeld. Dat is niet helemaal goed gelukt. Vanmorgen eigenlijk een paar uur mee bezig geweest. Dus vandaar dat het filmpje misschien wat later online komt. Misschien dat ik een uurtje later laat beginnen. Ik ga nu proberen snel te editen. Het is niet veel, het stelt niet veel voor. Maar ik zal proberen maandag die andere online te gaan gooien. Ik heb al een probleem ontdekt. Er zit geen geluid bij. Dus ik ga het met de voice-over ga ik het doen. Ja, heel erg jammer. Dat is even niet anders. Bedankt voor het kijken. En wellicht tot de volgende keer. Hoi, hoi.